Hallo beste YouTubers, ik ben Arman van Armanus Games en vandaag gaan we verder met de Let's Play van Civilization 5. Vorige keer waren we hier en daar gaan we dus ook verder. En we waren vorige keer ook al een beetje bezig met het lange termijn plan uitdenken. Voor het verspreiden van de religie. Library. En ja, we hebben hier gewoon veel meer. Eigenlijk al deze kleine steden moeten eigenlijk gewoon allemaal een shrine hebben. En dan krijg ik gewoon sneller weer mijn. Ja, hoe noem je die gastjes? Ook weer missionarissen. Die hebben ook ontzettend hard nodig. Elke keer hier. Kijk, deze heeft ook al. Dit wordt toch echt wel een beetje een gevaar voor mijn geloof. Want deze is ook net. Deze is vorige beurt is Valletta bekeerd. Nou, zit ik niet echt op te wachten. De andere kant is er ook. Mooi nieuws dat het hindoeïsme eigenlijk geen ene moer meer te betekenen heeft. En dat eigenlijk ook nooit meer zal gaan doen. Dus dat is op zich wel goed nieuws. Maar dan toch hier, hier is het christelijke geloof goed ingeburgerd. Maar hier naar het oosten toe, vooral het zuidoosten van Afrika wordt lastig. Dit gebied is totaal niet christelijk. Geloof totaal in totaal andere goden. Dus dat is wel een beetje een nadeel. Als je wil dat ze hier in jouw eigen god gaan geloven. Ja. Maar goed, dit hier is een road. Het scheelt al. Ik kan dan een paar wegen naar Arnhem gaan leggen, denk ik. Ja. Deze heeft bijvoorbeeld 30 pressure. Dat is gewoon echt nice. Weten dat dat kan eigenlijk begrijpen niet. En deze heeft 12 pressure en 1 trade route. En deze heeft 15 pressure. Nou, dat valt tegen. Deze moet maar iets naar noorden. En er zijn nog 3 landen hier die ik moet improven. Ja, wat zeg je dat land hier te zijn of zo? Zo, hey, Gems. We zijn van Cape Town. Dan weet ik alles wat hier beneden zit. Dan kan hij hier nu het noorden afkennen. Citrus. Oké. Harlem. Dat is mooi. Faith. Ja. Waar ga ik die plaatsen? Denk. Ja, hier. Tussendoor zou die ook kunnen gaan, maar. Nee, dat wordt hem niet. Ik moet die Valletta snel terugnemen. Want dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Precies omringd door mijn steden. En als een van de belangrijkste steden die nodig is om Garama te verchristelijken, om het zo maar te noemen.
Daar. Ja, die valt dan weg. Ja, dat. Dat kan niet. Dat mag niet. Zo. Tempel. Plus 2 fate. Hey. Waar. Hey, scout. Ja. Hier zit wat zit hier voor rare bergkamp? Ja, hier zit een. Cape Town. Ornmis. Hey, Nimrod is ook al daar. Ja, deze gaat gewoon rustig die kant op lopen. Dat had ik eigenlijk ook al wel verwacht. Colombo. Die zou wel nice zijn, als ik die heb. Ancient Rooms. Zo. Wie moet ik bij een karakter kwijt? Open Borders, waar ben jij dan helemaal? Wat, het is wat. Ik heb daar eigenlijk helemaal niks op. Als hij helemaal daar zit. Oh, wil hij helemaal weer hier komen dan? Goeie vraag. Hij heeft wel zo'n heel handig geloof daar. Hoeveel beurten is het voordat ik mijn. Ah, 3 beurten voor ik mijn volgende social policy kan instellen. Welke wordt dat? Een bonus reformation belief. Ja, deze commerce die vind ik ook best wel nice. Land trade routes plus 2 goud. Maar dit is allemaal op trader gezet naar religion tolerance en theocracy. Deze vind ik wel handig om bijna elke stad die ik heb, die heeft een tempel. Dat boost volgens mij mijn goud met gigantisch grote bedrag. Een veel groter bedrag dan die andere dat doet. Ja, zo. Hey. Cape Orkboot. Ja. Ja, wat zit hier eigenlijk? Alleen een bos, of niet? Deze. Garama. Deze moet gewoon christelijk zijn, punt. Klaar. Niks van die valse goden.
tenminste, om beter te zeggen, het moet protestants zijn. Want zo heet het. En dan willen ze een beetje graag geloven in die heiligschenners. Nou, kan ik niet tegen. Ik had het als mijn dingen niet precies lopen zoals ik wil. Want deze heeft al een quarry. Nou, die niet. Dus gewoon naar die toe. Crossbomen. Zo. De manic tribute. Ask for tribute. Ask pledge of protect. Als ik dat doe, dan ben ik gewoon instant at war met hen. Ja. Oh, wees maar boos. Ze hebben het toch niet gegeven, hè? Groningen, nou dan gaan we geen bank bouwen. Dat vind ik gewoon onzin om dat daar te bouwen. Dat kan ik nog meer met een Notre Dame in plaats van dat. Niks, hè? Ah, Great Merchant Point. Ja, eigenlijk zit ik helemaal niet te wachten op Great Merchant. Waar is deze stad? Daar. Dus. Dat kan ik wel. Ja, ik heb hier meer, ik heb eigenlijk meer van die hut op. Trouwens wel een. Niet dat gebruik, pikemen. En nog een aantal van die militaire eenheden. Zo. Next turn. Japan. Lief Mount Fuji. Het zou zo nice zijn als ik die heb, hè? Dan ga ik gewoon hier puur heen, omdat ik daar Mount Sinai heb. Ja, en Cotton misschien, ja. Ja. Oké. Ik heb niet eens ik heb wel goud gekregen. Ach. Door hoeveel worden die geprotect dan? Ja, kijk, dan heb ik gewoon Mount Sinai. Zanzibar, wie is Zanzibar? Wie de fuck is Zanzibar? Wat is dat nou?
we Zanzibar? Ja, hier. Laat me zien waar je bent. Oh, daar. Dus hun hebben liever mijn geloof dan het geloof van die gaan andere gast. Vind ik ook alweer weer grappig op zich. Zo, ja. Nee. Maar, je zit hier wel gelijk aan. Ja, dit kost 2. Hij kan hier volgens mij alleen hier gaan staan, hooguit vanwege Dutch Swordsman. Zo, bouw ik hier gewoon een stad. Hey, leek. Vindt hij niet leuk als ik daar ga settelen? Dat is trouwens wel hier sheep, hier is dat. Hier zijn truffels. Ook niet onaardig. Shaka. En Cape Town. Als ik nou eens Cape Express Cape Town eenheden gaat sturen. Zo, van gewoon. Gewoon deels, gewoon omdat dat kan. Stuur je gewoon een katapult of zo. Kan dat? Ik wil hem eigenlijk best wel graag. Give a unit. Ik bedoel, ja. Ja. Nee. Zo, ik kan hier die settler kopen die ik eigenlijk kwam. Settler! Ik kan hem nog niet bewegen. Zo. Ik kan toch nog niet deze beurt iets van een bekering doen of zo. Dus dat doe ik dan ook gewoon lekker niet. Zo, die kant laat ik gewoon lekker staan. Deze. Worker. Wat zou jij eens kunnen doen? Hier kan je wat bouwen. Ja, en dan? Dan heb je min 1 food en plus 1 productie. Kan je dan niet net zo goed een farm gaan bouwen? Bouw een farm. Is dat bos ook weg, maar heb je tenminste voedsel. Ja. Klaar met de farm. Ja. Dan. Even kijken, dat kost 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tegen de tijd. En het kost me eigenlijk maar 3, omdat het maar de rest is gewoon land. Waarom nog die andere katapult, waarom ik hem ook giften?
Zulu Impi. Mag niet zijn land, hè? Nee. Banana's, en hij krijgt daar ook een... Oh, je krijgt daar ook cultuur van, hij. Ach ja. Choose production. Breda is ook nog niet christelijk. Wat kan... Cargo ship. Oh, de library heeft hij ook snel klaar. University. Ja, joh. Heel maar lekker. Ik word toch gek van die gasten. Als we er weer vol voor hadden. Ach ja. Hier zit het ook vol barbaren. Empires, perhaps the combination of your denouncements will teach them a lesson. Vraagt aan mij of ik hem wil denounce. Wauw. Met welk doel? Ja, very well. Of nee, ik heb hem zeker al gedenounced, of niet? Ik vind dat zo stom, hè? Dan zeggen ze gewoon, ik mag jou niet. En dan heb je daar gigantisch veel diplomatieke schade van. Dat slaat nergens op. Het is maar één van de 21 civilizations en zo. En dan heb je toch gewoon een gigantisch probleem als één van die 21 zegt dat die jou niet mag. Dat slaat nergens op. Ach ja. Het duurt wel even voordat hij eerst helemaal daar is trouwens. Oh, whales. Hier, palas. Of deze, of een van die twee. Die doe ik echt niet. Vind ik zo zo'n onzin. 33% bonus tegen barbarians. Statue of Zeus. Wat krijg ik eigenlijk als ik deze helemaal... Als ik deze helemaal heb, zie ik Hidden Antiquity dingen. Oké, nou, die wil ik op zich ook wel. Nou ja, het eerste wat ik doe is deze. Nou, dat gelijk 20 bonus. Wat ik eigenlijk al wel verwacht, hoor. Maar toch wel nice dat je dat dan ook echt zo is. Dat je gelijk de lucht in gaat. Eens kijk, Harbor Happiness 1. Workshop.
is zo handig. Eén van de builders. Zo. Bank. Heeft. Er was ook eentje. In zo'n ding waarmee al deze dingen hier allemaal goud gingen opbrengen, maar dat. Of dat was een ander. Of dat was een technologie, dat kan ook. Eens kijken. Utrecht. Hey, die heeft ook een Shetler. Armory en. Stoneworks. Kost maar 3 beurten, dus. Nou, waarom niet eigenlijk? Bouw maar dat. Gaan we naar het noorden toe. Zo. Zo. Fine. Ik heb deze is denk ik het grootste gevaar nu. Dus dan sloop ik gelijk dat bootje. Dan. Zo. Hup. Nou, deze moet helemaal omvaren zo. Dat slaat nergens op. Zo. Spread. Allee. Hey. Kan deze hier aan het land? Ja, deze die kan daar aan land. Zo. Ja, bouw maar een shrine. Zo. De Baron Bloods gaat toch al dood kapot. Zo. Oké. Okay. Granary. Hey. 2 beurten voor de volgende citizen wordt geboren. Zo, doe maar de granary. Nee. Ethiopian missionaris nog wel. Die staat de hele tijd bezig nog, hè? Hup. Nog steeds. Die kant. King Solomon's Mines. Dat is niet een natural wonder. Want dan zou het natuurlijk zijn. Maar dat als het een King Solomon's Mines is, dan is het toch door iemand gebouwd, of niet dan? Het slaat helemaal nergens. Maar ja, goed. Dit spel vindt het schijnbaar wel zo, maar het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Helemaal nergens over. Dus kijk, deze. Is daar alweer klaar? 1 gold. Zo. Eens kijken. Gaan we Garamas bekeren. Want hij moet en zou zich bekeren naar het christendom. En
Nu heb je ontzettend veel pressure op Valletta. Met 4 voor en 30 tegen. Dat slaat echt helemaal nergens meer op. Zo. Eens kijken. Ja. Die andere is al redelijk op weg naar Constantinopel. Dat is mooi. Ja, goed. Vonden jullie deze video leuk? Dan graag een groen duimpje. Wil je meer? Abonneer. En tot bij mijn volgende video. Tot dan. Doeg!